Kies voor supersnel internet van Leibrand Telecom. Bij het gehandbaltoernooi en ik heb eigenlijk nog nooit gehandbald. Wat is het nou eigenlijk? Basketbal of voetbal? Ik ga het even uitzoeken vandaag. Wie bent u en wat doet u? Mijn naam is Kees Jomloet en ik ben bestuurslid bij SV Hillegom Handbal. En ik doe eigenlijk van alles. Ik loop hier altijd rond. Ik maak foto's van elke wedstrijd. En ja, rondom het handballen eigenlijk van alles wat er te doen is. En wat gebeurt er hier vandaag? We hebben vandaag het scholenhandbaltoernooi. En zoals je ziet is het aardig geslaagd. Het is aardig druk. We hadden 22 teams. En we hopen dit elk jaar weer uit te breiden. Dat is een hoop. Maar wat is handbal nou eigenlijk? Handbal is een hele leuke, enerverende, dynamische sport. En een teamsport, wat heel belangrijk is voor de opgroeiing van je kind, de ontwikkeling van je kind. Is het een soort buiten basketbal? Nee, want we spelen ook binnen. We spelen een half seizoen buiten, een heel seizoen binnen en dan weer een half seizoen buiten. Dus we hebben van alles wat. Wat houdt nou eigenlijk in? Want ik vind het eigenlijk een beetje op basketbal lijken. Het lijkt misschien wel op basketbal, alleen je gooit een bal in het doel en niet in een netje. Oftewel een bucket. En je speelt het met één keeper en zes spelers. En waarom raad je iedereen aan om te gaan handballen? Omdat het heel belangrijk is voor het kind om een teamsport te spelen. En omdat het gewoon een enerverende en dynamische sport is waar iedereen zijn ei in kwijt kan. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Hebben jullie het naar jullie zin vandaag? Ja. En hoe staan jullie ervoor? We hebben twee gewonnen, één verloren en één gelijk gespeeld. Ja. En hoeveel staan jullie dan? We zijn in ieder geval. Maar het is in ieder geval een geslaagde dag. Ja. Doen jullie volgens jij weer mee? Ja, denk ik wel. Ik doe altijd wel mee. Wie bent u en wat doet u bij de handbal? Mijn naam is Kim Jonker. En wat doe ik bij de handbal? Je kan beter eigenlijk vragen, wat doe ik niet? Ik handbal zelf al sinds dat ik 5 ben. Ik ben trainster van de jeugd. Ik ben scheidsrechter. Ik zit in de kampcommissie. Bestuur heb ik geprobeerd. Dat was het niet. Verder doe ik niet mee aan de activiteitencommissie. Maar de rest... doe ik allemaal wel. Ik zag je net scheidsrechter, verloopt het allemaal een beetje goed? Ja. Ik moet zeggen dat het uitermate sportief gaat. En heel veel enthousiaste kinderen. En dan gaat nog wel eens een keer dat ze tegen elkaar aanklappen. Maar dat is puur uit enthousiasme. Ja, en het is echt superleuk. De kinderen zijn zo leuk en enthousiast. En daar word je zelf ook blij van. Een geslaagde dag? Ja, absoluut. Toernooi. Leuk, ja. En waarom is dat zo leuk? Nou, omdat handbal is gewoon best wel een leuk sport. En je bent lekker buiten aan het sporten ook, dus dat is ook leuk. En hoe staan jullie ervoor? Nou, we hebben de eerste verloren. maar de rest gaan we zo meteen nog een keer. En de rest gaan jullie allemaal winnen? Ja. Dat wil ik nog een keer harder horen. Gaan jullie winnen? Ja! Nou, dan wens ik jullie allemaal heel veel succes. Dankjewel. Dit was dus het schoolhandbaltoernooi. Volgens iedereen een hele geslaagde dag. Leibrand Telecom abonnees bellen goedkoper.